Deze motie werd ondersteund door alle aanwezige raadsleden, 32. Wat is er sindsdien ondernomen? Helemaal niets. Het voigt. Um, u heeft een bijzondere collectie opgebouwd rondom Cornelis Lely. Kunt u iets vertellen over de collectie? De collectie is enorm groot. Ik bezit ongeveer 140 panelen, 50 bij 70, met de hele levensloop van Lely documenten en fotomateriaal en soms schenkingen van de familie Lely, die dus ook in mijn bezit zijn. Kunt u zeggen waarom het zo belangrijk is dat deze collectie goed terechtkomt? Nou, Lely, Lelystad, Lelystad is na hem vernoemd en we hebben ons ontstaan en onze omgeving te danken aan het plan van Lely. Hoe, hoe komt het volgens u dat er in die afgelopen, nou toch bijna drie jaar eigenlijk niks gebeurd is? Uh, vaak ook wisseling van de wacht hier op het stadhuis. Ambtenaren zijn wel ongeveer hetzelfde gebleven in het korps. Maar dan is die wethouder en dan is het die wethouder. Wat vindt u dat er nu op korte termijn moet gebeuren? Dat er dus een onderzoek wordt gedaan, zoals ook de heer Kruijs zei: van nou wat is er gebeurd? Dus ik heb al gezegd: niets. Dus die conclusie kunnen de wethouders straks ook trekken. En dat er toch een initiatief wordt genomen vanuit de raad. Of door een collegelid die de moed heeft om toch iets te organiseren. Dat er een oplossing is te vinden in, in een gebouw, want er staan genoeg panden leeg in Lelystad.